Taekwondoka, Tosh van Dijk, heeft onlangs zijn bachelorgraad in de economie behaald aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Hiermee heeft de vechtsporter één van de voornaamste doelen in zijn leven gerealiseerd. Van Dijk wil echter nog veel meer. Zo streeft hij naar deelname aan de Olympische Spelen van 2024 in Parijs, Frankrijk. De taekwondoka blikt in gesprek met de communicatiedienst Suriname terug op zijn studie aan de universiteit. Hij kijkt eveneens vooruit naar de periode die voor hem ligt. Ik heb niet zo lang terug heb ik mijn Bachelor of Science in de economie heb ik behaald. En mijn onderzoek, ik heb namelijk een risicoanalyse gedaan binnen het inkoop- en distributieproces van CRS Imports NV. Dat is een importbedrijf in Suriname. En ik heb zodoende een risicoanalyse gedaan en gekeken welke risico's gevonden kunnen worden binnen zo'n onderneming. En op welke wijze ze afgedekt kunnen worden. En dat heb ik succesvol af kunnen ronden met een 8 voor mijn presentatie, een 7 voor mijn verdediging en ook een 7 voor mijn thesis zelf, waardoor ik gemiddeld op een 7.1 stond. Toen ik slaagde van de Ewald Pimeer Lyceum, wilde ik eigenlijk psychologie studeren. Maar toen eigenlijk, voordat ik inschreef, ben ik gaan werken om voor mijn eigen zakgeld eigenlijk te gaan zorgen, voor mijn studentengeld te gaan zorgen. En toen bleek dat ik voor psychologie eigenlijk een loting moest doen. En toen dacht ik, Tosh, ga je echt wagen om het geld dat je hebt te plaatsen, niet wetende als je erin gaat komen of niet. Toen zei ik van, eerlijk gezegd was economie altijd een probleemvak voor mij. Ook op de MULO school had ik moeite met boekhouden en bedrijfseconomie. Maar van nature ben ik iemand die van uitdagingen houdt en juist mezelf in een hoekje wil plaatsen waar ik eruit moet vechten. Toen heb ik gezegd, Tosh, de grootste uitdaging gaat economie zijn, dus waarom ga je niet ervoor? Toen heb ik bewust gekozen om te kiezen voor economie. En erna volgde de keuze toen ik mijn B1 haalde om te gaan of voor marketing of voor accountancy. En daar moest ik weer kijken van, Tosh, wat ga je doen? Marketing vind ik leuk, daarin ben ik ook goed. Maar accountancy, daar was eigenlijk de uitdaging. En toen heb ik ook bewust gekozen van, Tosh, misschien hou je niet van boekhouden. Maar je gaat ervan leren houden en je gaat kijken wat het je eigenlijk kan opleveren. En ik mag zeggen dat ik blij ben dat ik deze uitdaging ben aangegaan. En dat ik mijn studie succesvol heb af kunnen ronden. Het is de bedoeling dat ik ga masteren. Nu heb ik eigenlijk 2 jaar naar de Olympische Spelen. Dus ik heb nu de bewuste keuze gemaakt om me 2 jaar te gaan focussen op de Olympische Spelen. In de tussentijd is het wel de bedoeling dat ik hier en daar ga proberen sowieso de literatuur inlezen. Kijken op welke wijze ik me kan specialiseren tijdens mijn master. Maar het is ook de bedoeling dat ik, kijk, ik ben sporter van sinds kleins af. En ik heb affiniteit voor de sport, mijn hart ligt in de sport. En met mijn accountancyopleiding ben ik sowieso van plan te gaan kijken hoe ik het binnen mijn sport kan toepassen. Als het is het financiële onderhouden van de bonden of hoe dan ook, dan moet ik even nog goed uitdokteren en kijken waar er eigenlijk hulp te vinden valt. Mm-hmm. Ik ben werkzaam op het ministerie van regionale ontwikkeling en sport. Ik geef, zoals je ziet, geef ik ook taekwondo les binnen Taekwondo School Yusin. Hier en daar geef ik ook pro-dio taekwondo lessen aan verschillende organisaties die daarvoor vragen dat ik met kinderen bezig ben. Dus dat doe ik ook graag. En ik ben ook gewoon topsporter die een Olympisch droom voor zich heeft. Wel, dus nu is het, in deze 2 jaren is het gaan om als één van de eerste taekwondo-atleten ooit naar de Olympische Spelen te gaan in Parijs 2024. Als tweede Surinamer een medaille te winnen, ik ga er zeker voor. En dat wilde ik zeker doen met een bachelor-diploma, om een extra tintje aan te plaatsen. Dus nu heb ik mijn bachelor, ik ga nu voor mijn Olympische droom. En daarna is het sowieso mijn master en kijken hoeveel ik kan doen om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de jeugd, de ontwikkeling van mijn leeftijdsgenoten. En om te kijken, gedurende mijn Olympisch traject, hoeveel mensen ik kan inspireren om mijn dromen achterna te streven. Want als ik kijk om me heen, als ik praat met vele mensen, jong en oud, zie ik dat heel veel zeggen van, als ik terug kon gaan, had ik dit liever gedaan. Als ik terug kon gaan, ik zou graag profvoetballer willen worden. Of ik zou graag naar de Olympische Spelen willen gaan voor taekwondo. Of ik zou graag dokter willen worden. Maar ik heb gezien dat heel vaak we luisteren naar mensen om ons heen die misschien niet het volledig plaatje zien. Want uiteindelijk, wanneer ik met een jeugd gepraat, zeg ik altijd van, kijk, wat in je hoofd zit, zie je alleen. Ik kan nu zeggen van, visualiseer een roze olifant. Dan bepaal jij zelf hoe dik het is, hoe groot het is, hoe roze het is, welke kleur van roze het is. Dat zie je zelf. En wat ik eigenlijk wil doen met mijn
traject richting de Olympische Spelen is om mensen te inspireren, te motiveren. En elke keer dat je de gelegenheid krijgt, aan te moedigen om je dromen achterna te schrijven. Want uiteindelijk is dat je enige echte ik. Toch, niemand kan daaraan komen en dat wil ik zoveel als mogelijk doen. Naast mijn sport, naast mijn studie, naast mijn passie voor sport om kinderen te helpen. Dat wil ik aan iedereen gewoon meegeven. Wel, nu heb ik een onderdeel afgesloten, dat is mijn studie. Dus voor nu is het eigenlijk de bedoeling dat ik zoveel als mogelijk in het buitenland train. Met name de Verenigde Staten van Amerika of in Nederland. Daar heb ik twee topcoaches kunnen identificeren met wie ik ook vaker samen heb gewerkt. En het is dan de bedoeling dat ik zoveel als mogelijk daar train. Binnen die environment van topatleten. Deze coaches hebben ook bewezen dat ze topatleten kunnen ontwikkelen. Tijdens de afgelopen Olympische Spelen hebben beide hun atleten de Olympische Spelen gebracht. Dus voor mij is het de bedoeling om zoveel als mogelijk daar te zijn, te trainen met deze mensen en ook te kunnen competen met de wereldtop. Want hoe je draait of keert, als je wil winnen van de beste, moet je trainen met de beste en moet je competen met de beste om van ze te leren. Dus zo ziet mijn traject eruit. Ik ga naar de trainingskamp, diverse trainingskampen. Ik heb dit jaar de Wereld Islamitische Spelen in augustus. In oktober heb ik de Zuid-Amerikaanse Spelen en in november heb ik de Wereldkampioenschappen. Daartussen zijn er een heleboel rankingtoernooien die nodig zijn waarin ik deel moet nemen om zodoende te klimmen op de rankinglijst. En voor volgend jaar is er een hele reeks ook aan wedstrijden waarin ik deel moet nemen om in 2024 deel te nemen aan een kwalificatietoernooi en me rechtstreeks te plaatsen voor de Olympische Spelen. Wel, het is altijd een uitdaging geweest en zoals ik daarvoor had verteld, ben ik iemand die altijd de uitdaging aangaat. En zo heb ik ook mijn sportplan zelf in elkaar gezet. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het zelf in elkaar gezet, maar ik heb wel hulp om me heen gehad. Om het een beetje mooi te maken, te helpen met presentaties bij bedrijven. Ik moet zeggen dat het nog niet is wat het wezen moet, vooral op het financieel gedeelte. Omdat, kijk, als ik het zonder financiën kon doen, had ik het echt gewoon gedaan. Hoefde ik niet elke keer op de tv te komen om te praten erover. Alhoewel ik het niet zo leuk vind om elke keer te praten over de financiën, moet ik eerlijk genoeg zeggen. Toch? Omdat ik ook van huis uit niet ben opgegroeid om te vragen, maar ben opgegroeid om te werken ervoor. En dat doe ik ook. Ik heb een sportplan opgezet. Hier en daar probeer ik bedrijven over de streep te krijgen om te geloven in mijn droom. Om met de financiële bijdrage in te komen, voor ze moeten brengen. Ik ga bijna niet uit. Toch? Gelukkig heb ik ook een vriendin die ook niet echt van uitgaan houdt. Dus weet je, we kunnen iets gaan eten en drinken. Maar voor de rest is het echt keuzes die je moet maken, offers die je moet brengen. En je moet een focus hebben. Als je het niet ziet, ga je nooit naartoe kunnen werken. En bijvoorbeeld één tip die ik altijd heb gedaan, of één ding wat ik altijd heb gedaan. Ik stippel het uit op een stuk papier en ik zet het aan de achterkant van mijn kamerdeur. Zodat elke keer wanneer ik opsta en ik de deur open moet maken, moet ik eerst daarna kijken. Tosh, je hebt nog 12 vakken om te halen. Deze heb je volgende week, deze heb je over een maandje. Je moet ervoor gaan. Tosh, je hebt training vanmiddag. Volgende week heb je wedstrijden, overmorgen heb je wedstrijden. Het alles heb ik achter mijn kamerdeur. En het is eigenlijk ook een manier om jezelf scherp te houden en gefocust te houden. Mijn volledig Olympische droom is om naar de Olympische Spelen te gaan en een bachelortitel te hebben. Omdat iedereen praat over school en sport gaan samen. Anderen zeggen sport is maar voor even, weet je, focus je op school. Maar ik zeg, weet je, als school en sport toch samen gaan, wil ik het echt bewijzen. Dus nu heb ik het even uitgesteld, het masteren. Dus ik ga 2 jaren hard ga ik pompen, mijn uiterste best doen, al mijn energie zetten om mijn volledige Olympische droom waar te maken. En hopelijk wanneer we eerst volgende keer een interview hebben dat ik kan zeggen van hé, ik ben naar de Olympische Spelen gegaan als een van de eerste taekwondo-atleten. Ik zeg een van de eerste omdat ik meerdere taekwondo-atleten met me wil laten gaan naar de Olympische Spelen. Dat we het samen doen. Dat ik een medaille heb gewoon op de Olympische Spelen waar ik kan zeggen van hé, alle mensen die zeiden van Tosh, een medaille, hoe handig, hoe realistisch is dat? Dat ik kan zeggen van luister, het is mogelijk. En 3, school en sport gaan werkelijk samen. Ja. Ik zou zeggen, ga voor je dromen. Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Ik moet eerlijk zeggen, misschien heb je een visie voor ogen, je hebt een droom voor ogen wat je wil realiseren. Als het is carrière-wise op school, als het is sport, als het is wat dan ook. Zet het op papier, weet wat je wilt. Ga er goed over nadenken wat je precies wil hebben. En maak het bespreekbaar met de juiste mensen. Wat ik daarmee bedoel, ik kan nu bijvoorbeeld een gesprek met u hebben en ik zeg van ik wil Olympisch kampioen worden, maar jij gelooft er niet in. Dan is waarschijnlijk het gesprek niet voor jou bestemd. Dus dan moet ik iemand gaan zoeken die wel de ambities ook heeft en zegt van weet je wat, je wil naar de Olympische Spelen, hoe wil je het bereiken? Hoe gaan we het bereiken? Let's go. Dus het is altijd belangrijk dat je de juiste mensen om je heen hebt
die het beste met je menen, die een positieve energie en positieve bijdrage kunnen leveren. Want u het draait of keert, elke droom heeft zijn nekslagen. In de zin van, binnen de taekwondo sport zijn er heel veel blessures die op je pad komen. Heel veel tegenslagen die op je pad komen. En ga je niet in je eentje kunnen. Niet altijd, in mijn geval bijvoorbeeld niet, heb ik het nooit in mijn eentje kunnen tackelen. Ik heb mijn ouders daar gehad, ik heb mijn vrienden daar gehad, ik heb mijn broer en mijn zusje daar gehad. Mijn coach heb ik daar gehad. Dus er is altijd iemand die je die push wil geven. Maar uiteindelijk ben jij degene die verantwoordelijk is voor je droom, dat het gerealiseerd wordt. Dus ik wil zeggen, ga ervoor. Als je het niet zelf kan, maak het bespreekbaar. En geloof me, al zie je het niet, er is zeker iemand die naar je kijkt. En die je op een of andere manier gaat helpen wanneer je het echt nodig hebt.